Ik ben Mo en ik speel Jules in de nieuwe Netflix kerstfilm De Familie Klaus. Mijn vader is Nederlander en mijn moeder is Belg, dus ik ben half-half. Maar ik voel me nog altijd wel echt ook in Nederland. Tweede kerstdag vier ik niet. Alleen als ik in mijn agenda kijk of zo, dan zie ik dat er altijd tweede kerstdag staat. Maar ik weet ook niet waar dat voor dient. Nee, eigenlijk nog nooit. Nee, nog nooit van gehoord. Oh, wacht even denken. Flappy heb ik wel van gehoord, maar ik kan nu niet 1, 2, 3 zeggen wie of wat het is. Ja, dat weet ik wel. Dat is, heb ik al eens gegeten. Dat is denk ik erwtensoep. Dus, ja, vind ik heel lekker. Ook zo tijdens de kerstperiode, als het zo winter is, vind ik dat wel echt lekker om te eten. De gourmet heb ik wel eens gedaan, maar dat was niet tijdens het kerstdiner. Mijn vader kan heel goed koken, dus die maakt dan iets lekkers klaar. En dan lang tafel en veel leuke gesprekken voeren en zo. Vianetta. Nee, eigenlijk niet. Nee, nog nooit van gehoord. Ja, superleuk. Ja, dat was denk ik wel een tijdje geleden. Toen moest ik nog zo op zo een dubbele schaatsen, zo met zo twee van die messen. En dat was denk ik de eerste keer dat ik ooit schaatsen. Ik vond het echt superleuk. Mijn favoriete voetbalclub is Ajax. Ja, ook, komt ook wel door mijn vader grotendeels. En ja, mijn broer en ik en mijn vader zijn echt grote Ajax-fans. Ik ben wel eens naar een wedstrijd gaan kijken, maar dat is natuurlijk, ja, we wonen in Antwerpen en Amsterdam is wel vrij ver om dan te gaan kijken. Dus we doen het niet heel vaak, maar we hebben het wel eens gedaan. Ik wist toch wel niet heel veel, denk ik. Dus ik denk dat ik misschien al eerder Belgisch ben. Misschien toch wel.